Ik ben als kleinkind altijd gefascineerd geweest door de kermis. En omdat ik er toen achter kwam dat vrijheid ook een belangrijke kernwaarde voor mij was, was het eigenlijk de enige logische keuze om voor mezelf te beginnen. Sinds mijn 17e ben ik actief als kermisexploitant en dat betekent dat ik nu inmiddels in mijn 6e kermisseizoen zit. Ik ben eigenaar van De Vries Kermisexploitatie. Ik exploiteer een viertal kermisattracties op de Nederlandse en Duitse kermissen, waaronder twee wipe-out attracties en nog een aantal kleinere spelletjes waarbij je bepaalde vaardigheden moet uitoefenen om een geldbedrag te winnen. Het allertofste aan mijn werk vind ik de vrijheid. Je hebt namelijk niet alleen de vrijheid als ondernemer, maar ook de vrijheid van iedere week ergens anders zijn in een andere setting met andere mensen. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is waarom dat ik voldoening uit mijn werk haal. Ik probeer mijn werk en studie te combineren door goed te prioriteren en door op de vrije momenten dan ook daadwerkelijk me op school te storten. Dat betekent vaak lange nachten maken, maar ik denk dat als dat je een doel voor ogen hebt en je daar helemaal voor gaat, dat alles mogelijk is. Ik ben in aanraking gekomen met de studentenondernemersregeling na een gesprek met een docent. Hij heeft me hierop gewezen en na een korte introductiebijeenkomst zijn we tot de conclusie gekomen dat het misschien wel wat voor mij was. Dankzij de studentenondernemersregeling ben ik in staat om komend schooljaar af te studeren in mijn eigen bedrijf. En met een stukje persoonlijke begeleiding hoop ik mijn bedrijfsvoering naar nog een hoger niveau te tillen. Mijn allergrootste droom als ondernemer is om met een vernieuwende attractie op alle grote kermissen van deze wereld mensen te mogen vermaken. Mijn naam is Dirk de Vries, ik ben vierdejaars student werktuigbouwkunde en met trots studentondernemer.